Maar naast die financiële catastrofe zien we ook een hele sterke mate van onbehoorlijk bestuur. Ja, zo moet ik het noemen, ja. Onbehoorlijk bestuur van de vorige regering. Duizenden personen zijn de afgelopen jaren in dienst genomen, vaak in posities waarvoor ze niet eens zijn gekwalificeerd. Er zijn last minute wurgcontracten aangegaan om partijgenoten te accommoderen. Assembleeleden zijn ineens benoemd tot het bureau van de minister van Buitenlandse Zaken en benoemd tot ambassadeur. Kan je dat voorstellen? Benoemd tot ambassadeur. Alleen de periode van 6 maanden voor de verkiezingen van 25 mei 2020 zijn 3603 nieuwe ambtenaren in dienst genomen. En dit zijn slechts cijfers van CBIMA, maar de praktijk zal een hoger aantal uitwijzen, omdat er nog verschillende beschikkingen zijn die nog niet verwerkt zijn en nog niet opgenomen zijn in het systeem van CBIMA, ook de resoluties. Door deze stijging van het aantal ambtenaren op de verschillende ministeries is de loonsom, Uanda, is de loonsom over deze periode toegenomen met 62 miljoen SRD per maand. Over 1 jaar berekend betekent dat een extra kostenpost van ruim 800 miljoen SRD. Hiernaast zijn er loonsverhogingen van 50% per 1 oktober aanstaande, wat overeengekomen is met de CLO, de ambtenarenorganisatie. Dat is ongeveer doorberekend door onze mensen 180 miljoen per maand. En uiteraard is dat op jaarbasis ongeveer 1,5 miljard. Dames en heren, het is duidelijk dat in een situatie van enorme schulden, beperkte inkomsten en grote uitgaven, er geen geld meer is om aan de verplichtingen te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat de vorige regering alles in het werk gesteld heeft. Ja, we zijn ervan overtuigd, ja, dat de vorige regering alles in het werk gesteld heeft het werken van deze regering te bemoeilijken. Het is grofweg sabotage van de hoogste orde en het getuigt van onbehoorlijk, onethisch en onverantwoord bestuur. Dat doe je niet als een regering. Niet naar een inkomende regering. Dat doe je niet als regering naar het volk van Suriname. If you love a volk, if you love a country, in het doet het aan dat. We hebben geconstateerd dat middelen die bestemd waren voor de compensatie van inkomstenverlies door het kleine bedrijfsleven nooit terechtgekomen zijn bij die bedrijven in nood. We weten ook dat individuen niet langdurig zijn voorzien van steun. We vermoeden zelfs dat het COVID-fonds oneigenlijk is aangewend. En dit wordt nader onderzocht.